af. Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Reageren op Kamp van Koningsbrugge. We zijn inmiddels weer aangekomen bij de 7e aflevering. En ook deze keer ga ik met jullie de aflevering terugkijken. En zien wat er op mentaal niveau gebeurt bij de deelnemers. En natuurlijk hoe je dat kan vertalen naar jouw dagelijkse leven. Zodat je niet alleen maar kijkt naar het programma, maar ook alle waardevolle inzichten eruit haalt. Ik ben Isabel, ik ben voormalig topsporter, ik ben psycholoog en ik ben mindsetcoach. En vanuit mijn eigen kennis en ervaring ga ik jou hierbij helpen. Ik heb vandaag een leenhond die ook gezellig even meekijkt. Ik zeg tegen hem dat hij moet gaan zitten, maar heel vaak luistert hij niet. Dus mochten jullie af en toe iemand door het beeld zien lopen, dan weten jullie hoe dat komt. Het is de hond van Ferry en Damian. En af en toe blijft hij bij mij een weekendje slapen. Gaan we lekker wandelen, leuke dingen doen. En nu is weer zo'n weekend. De deelnemers worden in deze aflevering weer flink op de proef gesteld. Eerst worden ze fysiek volledig uitgeput en vol adrenaline gaan ze dan de volgende test in. En dat komt twee keer terug in deze aflevering, om te kijken of ze nog steeds onder die druk heel erg scherp kunnen zijn. Laten we even kijken hoe dat eraan toe gaat. Eerste reactie, what the fuck. Ja. De fysieke uitputting, dat lukt ze nog wel om dat punt te bereiken. Maar als ze dan mentaal getest worden en dat ze bepaalde cruciale keuzes moeten maken, dan zie je een heleboel deelnemers falen. De eerste opdracht die ze moeten volbrengen is dat ze een ruimte ingaan. Daar moeten ze ballonnetjes afschieten. En alleen de rode moeten ze afschieten en de groene die moeten ze heel laten. En voordat ze die ruimte ingaan, wordt er gezegd gas, gas, gas. En dat betekent dat ze zo snel mogelijk op de tas hun gasmasker op moeten zetten en die ruimte in moeten gaan. Nu is het zo dat op het moment dat jij in paniek bent door die uitputting, dat je reageert vanuit je angstbrein. En jouw angstbrein die wil jou graag veilig houden en die laat jou vechten, vluchten of bevriezen. En in dit geval zien we dat dat angstbrein er ook voor zorgt dat je bevriest en helemaal niks doet. Gas, gas, gas! Reageer nu! Pak je gasmasker! En een van de deelnemers die reageert niet snel en ook andere deelnemers deden dat niet. Sommige deelnemers deden het ontzettend goed, waaronder Tom. Als hem ook wordt gevraagd hoe hij het vond gaan, geeft hij aan, ik vond het fantastisch gaan. Mag je? Ja, goed, ik kan het ook echt zwaar. Oh. Bij Robbie ging het minder goed af. In plaats van dat hij die rust wist te bewaken, ging hij in het wilde weg schieten. Dus als je kijkt naar de copingstrategie die hij gebruikte, was dat vechten. Hij gebruikte al zijn kogels bijna voor één ballon. En dat was voor hem de reden dat hij het nog een keer wilde doen. Vanuit de eerste afleveringen kunnen we zien, niet goed is opnieuw. Dus ergens snap ik heel goed dat hij deze vraag stelt. Aan de andere kant begrijp ik ook heel goed dat de leiding zegt, dit gaan we niet doen. Want dit is geen training die je opnieuw kan doen, dit is een test. En bij deze test kijken we hoe jij reageert onder druk en in dit geval heb jij gewoon gefaald voor de test. Doen we het opnieuw, doen we het nog een keer, dan weet je al wat het testelement gaat zijn en dat haalt dat helemaal weg. Dus daarmee ga je het doel niet meer bereiken. Oh ja. Ik dacht, ik schiet gewoon snel. Dat gaat wel kapot, er raakt vast wel iets, maar gewoon rustig blijven richten, maar ja, dom. Hoe zorg je er nou voor dat je die rust weet te bewaken? Er zijn een aantal dingen die invloed hierop hebben. En je gedachten hebben invloed. En die gedachten die leiden tot een bepaald gevoel. Dat gevoel dat leidt tot een bepaald gedrag. En dat gedrag leidt tot een bepaald gevolg. En ergens in die cirkel wil jij invloed uitoefenen. Dus dat kan zijn door middel van je gedachten, door helpende gedachten te bedenken of door zo min mogelijk gedachten te hebben. Maar anderzijds kan je dat ook doen door je gevoel te beïnvloeden. En dat doe je door middel van ademhaling. Dat is precies de reden dat Jeroen, maar ook Ray en Dai sturen op die ademhaling. Adem rustig, adem door je neus. Dat is niet natuurlijk in dit geval. Als jij fysiek uitgeput bent, dan wil je door je mond gaan ademen. En dat zie je ook bij een van de deelnemers. Hij is geneigd om oppervlakkig te ademen en daardoor ook snel door zijn adem heen te zijn, in plaats van rustig adem te halen. Ja, dit was echt een andere koek. Heb je wel alles wat je moet doen? Ik heb al de rode ballonnen kapot gehouden, ja. Dat was het, toch? Ja. En waar er eerst gestuurd wordt op, oké, haal rustig adem. Zodra hij dat vergeet, gaat hij direct weer terug in dat oude patroon. Ook Omar doet het bijzonder goed. Waar hij eerst nog een dingetje had met Dai, omdat hij zijn gasmasker niet met gesloten ogen op wilde zetten, lukt het dit keer heel erg goed en volbrengt hij de opdracht ook goed. Yes, kijk maar, hoe ging het?
goed. Ging echt goed, hè? Ja, toch? Goed bezig. Thanks. Yes, met je goed mee. Wat ik bij hem zie, is dat als je hem instructies geeft wat hij moet doen, dat hem dat prima lukt. Maar zijn ego is behoorlijk groot. Dus zodra hij bepaalde feedback krijgt, zodra je hem begint te prikken, komt hij heel snel uit de kast. Je ziet ook, later in de aflevering krijgen ze eenzelfde soort test. En dan slaagt hij er minder goed in. Hij heeft namelijk een fout gemaakt. En in plaats van te kijken naar die fouten, gaat hij zichzelf groter maken dan hij is om die fouten te verbloemen. Om zijn ego te beschermen. Dus hij zegt, het ging fantastisch. Terwijl de opdracht was om adequaat te reageren. En geen mensen die geen wapen hebben, neer te knallen. In dit geval koos hij ervoor om wel iemand neer te schieten die ongewapend was. Hij had dus een fout gemaakt. Heel veel tijd om te herstellen van deze opdracht krijgen ze niet. Ze worden met een auto gebracht naar Nederland, uit de auto gezet en dan krijgen ze de volgende opdracht. Laten we eventjes kijken wat die opdracht is. We zijn in een vijandelijk gebied. Om die reden is van het allergrootste belang dat we zo snel mogelijk bij onze Forward Operating Base komen, de FOB. Er is niemand die ons komt halen. Er is geen helikopter, er is geen auto meer. Te voet is onze enige keus. We laten niks of niemand achter. In de vorige aflevering mochten de deelnemers elkaar beoordelen. En Robbie gaf toen aan, ja, ik zie het eigenlijk niet zitten om met de vrouwen op missie te gaan, omdat zij fysiek het zwak zijn. En dat zie je eigenlijk ook bij een van de vrouwen van deze opdracht, dat ze dat zelf ook aangeeft. Ik ben inderdaad de zwakste schakel. Want ze moeten lopen met een rugzak van 25 kilo. En man of vrouw, dat maakt niet uit, het gewicht blijft hetzelfde. Dus daarin zie je ook dat zij het minst krachtig is. En ook als je kijkt naar wat er in de vorige aflevering natuurlijk ook al even aangestipt werd, dat zij vaak onvoldoende eet, dat maakt dat haar krachten nu ook simpelweg op zijn. Een keer erbij komen. De deelnemers begonnen om 4:30 met de opdracht en om 7:50 worden ze even bij elkaar geroepen. Je ziet dat een aantal deelnemers een beetje zoekende zijn. Sommigen die proberen in het begin elkaar nog heel erg te motiveren, maar dat is zonde van je energie, dus ze gaan in stilte door. Andere deelnemers die raakt het ook op emotioneel vlak. Een van de deelnemers die zie je in meerdere beelden, ik weet niet hoe lang dat natuurlijk heeft geduurd, zie je hem huilen. Hij is super emotioneel. Dieper in. Neus in. En mond uit. Dus op een gegeven moment stopt een van de leiders de groep en legt even uit wat het doel is van deze opdracht. Hoewel het dus ontzettend doelloos lijkt. Dit is fucking zwaar, toch of niet? Ja. En ogenschijnlijk ook fucking zinloos, toch? Over de haai heen banjeren. Ja. Dit is het ultieme voorbeeld van intrinsieke motivatie tonen. Je lichaam die heeft al lang opgegeven. Die zegt, hallo, ik kan niet meer. Nu loop je hierop, hè? Echt jongens, op je koppie. Camilia wordt even geïnterviewd over haar visie op het verschil en de overeenkomsten tussen mannen en vrouwen. Ik geloof ook echt dat wij vrouwen toch fysiek wat minder gebouwd zijn. We missen toch de testosteron van mannen. Maar ik geloof wel dat vrouwen mentaal zeker net zo sterk kunnen zijn en fysiek ook wel in de buurt kunnen komen als de mannen. Laten we vooropstellen dat wij als mannen en vrouwen ook heel verschillend zijn. We zijn fysiek anders gebouwd, ons brein ziet er anders uit. Dus we werken echt anders. En aan de andere kant is de standaard die wordt gelegd, de lat die ligt even hoog voor mannen en voor vrouwen. Wat zij terecht zegt is, vrouwen zijn fysiek gezien een stukje zwakker. Ze hebben minder testosteron en dat maakt dat voor ons vrouwen een kilootje of 25 van de rugzak zwaarder voelt dan voor mannen. Het gewicht is hetzelfde, maar hoe wij dat ervaren is anders. Aan de andere kant zegt zij, ik denk dat wij net zo sterk kunnen zijn mentaal als mannen. En daar ben ik het niet helemaal mee eens. Als we kijken naar hoe vrouwen omgaan met pijn, dan kunnen vrouwen dat veel beter dragen dan mannen. Dus op bepaalde vlakken doen we dat heel erg anders. Waar mannen heel veel emoties sneller opkroppen en dat het daardoor ergens opslaat, kunnen vrouwen dat makkelijker uiten en dat op die manier ook loslaten. En daarnaast zie je ook dat vrouwen vaak beter om kunnen gaan met pijn. Dus in het powerliften zag je een heel groot verschil tussen mannen en vrouwen als ze dicht bij hun maximale gewicht kwamen. Waar mannen dus veel meer kilo's sowieso konden tillen,
zag je dat bij vrouwen, als je één herhaling moest doen, dat bijvoorbeeld vrouwen 200 kilo konden tillen en mannen, laten we zeggen, 300 kilo. En als je dan 3 herhalingen moest doen, dus dan ga je echt door de pijn heen, in plaats van dat je het alleen op kracht doet, dan zie je dat bij vrouwen dat getal veel dichter bij hun maximale gewicht ligt dan bij mannen. Dus bij vrouwen zou je dan bijvoorbeeld gemakkelijk 3 herhalingen met 190 kilo kunnen deadliften. Waarbij mannen dan eerder maar 250 kilo voor 3 herhalingen doen. Dus percentueel gezien zie je daardoor bijvoorbeeld dat vrouwen beter door die pijn heen kunnen trainen. Uiteindelijk hebben alle deelnemers de opdracht gehaald en komen ze aan bij hun bestemming. En dan wordt Robin even geïnterviewd van hoe gaat het nu eigenlijk met je? Ja, we hebben het gewoon gehaald. Maar je staat. Absoluut. Ja. En dat heb ik allemaal aan hun te danken. Alleen was het me denk ik echt niet gelukt. Heel goed. En vaak vinden mensen het moeilijk om hulp te vragen. En we willen alles zo graag zelf doen en we zien hulpvragen soms ook als zwak. Terwijl we samen er sneller komen, verder komen en het ook veel leuker is. En aan de andere kant vinden we het ook heel fijn om te helpen. Als iemand aan mij vraagt, joh Isabel, zou je me hierbij kunnen helpen? Meestal, als het niet ten koste gaat van mezelf, zeg ik, ja natuurlijk. Dus weet ook dat als jij geen hulp vraagt, dat je de ander de mogelijkheid ontneemt om jou te helpen. En dat jij op die manier ook jezelf ontneemt om topprestaties te leveren. De hele nacht en begin ochtend zijn ze bezig geweest met een fysieke opdracht. En veel tijd om te rusten krijgen ze natuurlijk weer niet. Dus krijgen ze een volgende opdracht. En dit keer is het een mentale opdracht. Laten we even kijken wat het inhoudt. De opdracht voor straks. Jullie gaan individueel verplaatsen die kant op. Daar zit een OP die jullie gaat proberen te vinden. En je probeert binnen 100 meter te komen. Opdracht lijkt heel simpel en toch lukt het geen van de deelnemers. Ze worden allemaal te snel gezien, zien bepaalde dingen over het hoofd of wilden te snel gaan. Helaas. Dan volgt de laatste opdracht van deze aflevering. Fysiek worden ze eerst een beetje uitgeput en dan komen ze weer bij een punt aan waar een mentale test is. Vol adrenaline en helemaal kapot moeten ze dus onder die omstandigheden alsnog goede beslissingen maken. Ze krijgen te maken met 3 situaties. Bij de eerste situatie loopt een gewapende man op ze af. De tweede situatie geeft een man zich duidelijk over. Bij de laatste situatie loopt een man dreigend op de deelnemers af, alleen deze heeft geen wapen. En ze moeten zelf de afweging maken, wat is gepast in deze situatie om te doen? Ga ik schieten of ga ik wellicht iets anders doen? De juiste manier om dit te doen is om de eerste man die gewapend is en op je afkomt neer te schieten. De tweede man die zich overgeeft aan te houden. En de laatste man, ja, om daarmee te vechten en dan niet te schieten, maar dat gewoon op de man af te doen. Alleen zie je ook dat vanuit blinde paniek de deelnemers niet adequaat meer reageren. He, ze schieten letterlijk op het doel, maar missen daarmee het grotere plaatje van de opdracht. Die laatste vent, had hij een wapen? Nee, maar hij was groot gebouwd en hij liep op me af. En zo'n man kan ik niet tegenhouden en hij luisterde niet. Schiet je hem gelijk neer? Had ik niet moeten doen, nee. En die man daarvoor? Die had ook geen wapen. Je stak heel duidelijk zijn handen open. Ja, heb ik helemaal verkeerd tegengezien. Schoot je ook neer? Ja, klopt. Dus je hebt net 2 ongewapende mensen doodgeschoten? Ja. Niet alle deelnemers die kwamen opdagen vanuit volledige paniek. Tom deed het bijvoorbeeld heel erg goed. En Dai geeft hem daar ook even een compliment voor. Dat ze niet alleen zien dat hij de opdracht dus bijzonder goed heeft gedaan, maar ook dat hij een onwijze groei heeft gemaakt in het programma. Van het begin af aan hebben we je aangesproken op het feit dat je het overzicht verliest. Ja. Nu heb je laten zien dat je het overzicht hebt. Dank je. En dat je alles hebt gegeven. Dus je was besluitvaardig op de juiste momenten. Ja. En je hebt doorgezet op de juiste momenten. Dus dat heb je goed gedaan. Dank je wel, vind ik mooi om te horen. Bedankt. Waar Robbie de volgende opdracht bijzonder gemotiveerd was om het nog een keer te doen, om zichzelf te bewijzen, krijgt hij nu de kans om dat te doen en faalt hij. En zodra hij de ruimte uitkomt, zodra hij kan reflecteren op de opdracht, ziet hij ook al snel in dat hij het verprutst heeft. En geeft Dai ook weer terug, het is geen training, het is een test. En als jij niet adequaat reageert, dan ben je wellicht niet geschikt voor de Special Forces of voor de commando's. Maar eenmaal binnen, het belangrijkste van een commando, denk ik. Veiligheidswaarborgen voor degenen die het nodig hebben ook. Dat heb je verprutst. Dat heb ik verprutst, zeg. Het is niet meer oefenen. Zie je, dat is precies wat ik bedoel. Je ziet het als een spel. Nee. Maar als jij zegt oefenen, dit is geen oefening.
Dankjewel weer voor het kijken naar deze video. We vonden het super leuk dat je erbij was. Laat even in de reacties weten wat je ervan vond. En mocht je meer willen leren over hoe je nou die ijzersterke mindset kan trainen, bestel dan mijn boek Stoppen met uitstellen, waarin ik je leer hoe je met een topsportmentaliteit in actie komt.